Feesten zijn nog steeds een risico. Minister Omar Ramadien van Volksgezondheid zegt dit in reactie op de drukte in het uitgaanscentrum in verband met Pagua. Volgens de bewindsman moet de samenleving haar verantwoordelijkheid nu echt nemen. Ramadien benadrukt dat haast alles is genormaliseerd, maar dat COVID nog lang niet weg is. Wat ik die samenleving wil vragen, oproepen, is, we snappen best wel, mensen zijn sociale wezens, iedereen, het geduld van iedereen is bijna opgeraakt. Maar ik zou wel willen vragen van, weet je, op hoogtijdagen, probeer toch zo verantwoordelijk om te gaan met je gezondheid. Omdat COVID-19 echt nog niet weg is, het is een dreiging. De PAU heeft dat vorige week weer tijdens een meeting bekendgemaakt. Het is nog steeds een dreiging, we moeten niet denken dat COVID-19 nu gewoon als een griep gezien kan worden. Dat doen we niet. We willen wel wijzen op de gevaren. En ik wil wel vanuit volle gezondheid een oproep doen aan die samenleving om gewoon heel voorzichtig om te gaan met elkaar. Ook de preventiemaatregelen in acht te blijven nemen. En wie nog niet gevaccineerd, ga vaccineren. En als je gevaccineerd en je moet nog die booster nemen, ga dat ook nemen, want het beschermt inderdaad. Hoewel de COVID-19-besmettingen wereldwijd afnemen en bijna alle landen overgaan tot normalisatie, zegt Ramadien dat de Surinaamse overheid toch wel een vinger op de pols wil blijven houden. Tot nu toe, sinds we hebben uitgefaseerd en we doen dat volgens een plan, welke is geschreven door het OMT en het ministerie, geen noemenswaardige uitspatting te zijn geweest voor wat betreft de cijfers. U merkt dat de cijfers nog steeds aan de lage zijde zijn. Mm-hmm. En dat wij ook die druk op de zorg zien afnemen voor wat betreft COVID-19. Vanuit die hoedanigheid en vanuit die ontwikkeling dan, laat ik het zo zeggen, waarbij we ook het presidentieel besluit regelmatig aanpassen, hebben wij nog steeds de high-risk momenten, dat noemen wij, we noemen het high-risk momenten, dat is zijn feesten, superspread events en andere, nog steeds als een verbod opgenomen in het besluit. Omdat dat ook kan leiden tot mogelijk weer besmettingen. En dat wij zeggen van, het is de verantwoordelijkheid om een beetje na 2 jaren COVID-19 van die samenleving, om ook daar een steentje aan bij te dragen, zodat we die uitspatting niet hebben. En daarom dat u hebt gemerkt dat de regering, zowel het ministerie van Volksgezondheid, als justitie en politie, maar ook de president in eigen persoon, hebben aangegeven dat het niet verantwoord is, weet je, om ongebreideld te gaan feesten. En daarom dat wij die oproep hebben gedaan naar de samenleving toe. Dus het geldt niet alleen voor Pagua, het geldt ook voor reguliere dagelijks feesten. Ondanks de oproep merk je dat bepaalde gedelen van de samenleving nog steeds het risico nemen. Het ministerie zal de ontwikkelingen blijven volgen om de overheid te kunnen adviseren. Ramadien wijst er ook op dat minder mensen zich nu laten vaccineren. De politie heeft gisteren samen met het leger moeten optreden tegen aanwezigen bij Wakapassi. Ook moesten de autoriteiten optreden tegen mensen die met elkaar op de vuist zijn gegaan.